Voordat ik de video ga starten wil ik jullie vragen, hebben jullie informatie over dit onderwerp? Laat het mij dan weten op info.jordieterhorst@gmail.com of via Insta staatsbunkerdrachten. Dan gaan we nu de video starten. Hey YouTube vrienden en welkom bij een nieuwe video, deel 2 van De Bunker. Ik ga vandaag geïnterviewd worden door Smelne FM, regionale omroep hier in Smallingeland. En ik ontdek een bunker, maar of dit de goede bunker is, dat gaan jullie zien in deze video. Blijf dus kijken. Oké mensen, ik ben weer terug in de studio, lekker warm thuis. Ik heb niet heel veel bijzonders daar gezien. Alhoewel de lantaarnpalen er niet zijn inderdaad, zoals ik al dacht. Er een hele gekke soort landplaats is, wat die militairen ook wel zijn van, ja, daar kun je een helikopter laten landen en daar kan je een vliegtuig laten landen. En ja, die hek en die deur erachter, dat is gewoon raar. Het zou alsnog kunnen hoor, dat iedereen denkt van, nou, raar, ik vind het helemaal niet zo raar. Maar ja, ik ga gewoon mensen bellen, denk ik. Ik begin gewoon met de gemeente. Goedemiddag gemeente Smallingeland, spreek maar Ralf, wat kan ik voor doen? Hallo met Jordie Terhorst, ik heb even een vraagje. Ik ben met een videoonderzoek bezig. Ik heb gehoord, er gaat een verhaal rond dat onder het klooster in Drachten een overheidsbunker zou zitten. En ja, ik ben dit aan het onderzoeken. En ik zou graag wat meer informatie over het klooster willen, zoals van wie is het klooster? Zou we daarvoor een mailtje willen sturen naar gemeente@smallingeland.nl? Oké, want u kan dat niet zo beantwoorden? Nee. En de collega's van Agis zijn niet aanwezig. Dus dan is iemand die altijd in de archief zit, maar die kan ik nou niet bereiken. Nee. En die kan het even uitzoeken, hè, wat precies de vraag heeft, want die zal er wel even een tijdje in het archief moeten duiken van wat er allemaal waar zit en of dat vrijgeven mag, waar ook. Ja. Die informatie, dat is ook de vraag, dus dat weet ik niet. Oké, want heeft u daar wel eens van gehoord of niet? Nee, het enige wat ik weet is dat er een bunker onder het gemeentehuis zit. Maar wat onder het klooster zit, dat durf ik niet te zeggen. Oké, en wat voor... Dat bunker is mij niet bekend in ieder geval. Nee. Oké, en wat voor bunker zit er rond het gemeentehuis dan? Dat... Nou, een overlijst van hem, maar die, hoe heet het? Ik denk dat het gemeentehuis heeft, dat er een nucleaire aanval komt, dat burgemeester veilig zit. Ja, precies. Bunker. Dus dan is het echt voor de burgemeester inderdaad, ja. Ja, dat denk ik, ja. Dat is mij verteld. Ik ben er wel een klein stuk in geweest, maar ik heb het nooit helemaal gezien hoe het er van binnenuit zit. Maar ik weet dat er iets onder het gemeentehuis zit. Ah, oké, ja. Oké. Nou ja, oké, ook bijzonder. Maar ik was echt op zoek naar het verhaal van het klooster inderdaad. Ja. En de omgeving. Als je dat op de wilt mailen, dan kan de collega van Archie dat even in het archief bij spitten van wat er allemaal bekend is. Ja. Wat voor historie, maar dat is niet zo door de telefoon 1, 2, 3 te zeggen. Nee, oké. Nee, is goed. Nou, dan ga ik u even een mailtje sturen of dan wordt het waarschijnlijk allemaal goed. Ja? Prima. Doorstuurt. Nou, hoop dat er gauw genoeg informatie weer boven water komt voor u. Ja, nee, is goed. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Tot ziens. Dag. Hi. Tot ziens. Dag. Oké, dus onder het gemeentehuis zit dus wel een bunker voor de burgemeester. Dus dat zou betekenen dat die andere bunker, wat ik nu denk, ik denk nu hardop, dan zou dus betekenen dat die andere bunker niet zou bestaan, want daar zou, naar mijn informatie, daar zou de burgemeester heen gaan, allemaal hoogwaardige mensen van defensie, politie, etc. En ja, oké. Ik ga even googlen bunker gemeentehuis. Dat is oké. En dan ga ik hier naar het klooster even bellen. Carmel Klooster, goedemiddag, met een Kooistra. Hallo, met Jordie Terhorst. Ik heb even een vraagje. Ik ben op onderzoek uit naar een overheidsbunker. Ik heb wat vragen over het klooster. Ja. En over die bunker wellicht. Mag ik vragen hoe oud de klooster is? Sorry, maar ik versta niet helemaal goed. Je hebt het over een bunker? Of? Ja, nou, ik wil eerst even weten hoe oud het klooster is. Ja, het klooster, het eerste gedeelte is gebouwd in 1936, zo even uit mijn hoofd. Oké. En toen is er ergens in de jaren 50 is er nog een gedeelte bijgebouwd. Ja, precies. Oké. En van wie is het klooster? Is het een gemeentelijk pand? Of
Nee, het is gewoon in private handen, zeg maar. Ja, precies. Oké. En dat stukje grond achter het klooster. Durf ik niet te zeggen. Het bos. Dat zou dan wel van de gemeente zijn. Oké. En nou, ja, ik had het inderdaad ook over een bunker. Want er zou een bunker onder dat terrein zitten. Heeft u daar ooit eerder van gehoord? Nee, niet bij mij bekend. Maar okay. Ik werk er ook nog niet zo heel erg lang, dus ik heb ook niet overal kennis van. Dus wat je misschien beter zou kunnen doen, is even een e-mailtje sturen naar info@stuitenklooster.nl. Carmelklooster.nl. Want dan kan de eigenaresse eventjes reageren op die vragen. Ik denk dat die wat beter antwoorden kan geven dan dat ik kan. Ja, precies. Ja. Nee, is goed, dan ga ik een e-mail sturen en dan... Dan komt dat goed. Nou, dank u wel. Ja, graag gedaan. Goed weekend hoor. Tot ziens. Dag. Hi. Ook al geen antwoord. Ik werk er nog maar net, ik weet het niet. Ik denk, dat bunker onder gemeentehuis is dan wel bijzonder, want dan zou betekenen dat het bij die andere inderdaad geen bunker zou zitten. Ik ga Rijkswaterstaat bellen, want op de deur waar we waren, volg het hek en dan was er een deur en daar stond de Rijkswaterstaat op. Ik word weggedrukt. Het is natuurlijk heel vandaag. Oh, en mijn computer is traag. Ik weet niet wat hij heeft. We gaan nog een keer bellen. Ik word weggedrukt. Zijn ze er nou al achter dat ik dingen niet mag weten of zo? Als ik naar deze video verdwijnen ben, mensen, dan... Welkom bij de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat. Goedemiddag, u spreekt met iemand. Waarmee kan ik u helpen? Hallo, met Jordi te Horst. Ik heb een vraagje. Ik ben op zoek naar wat meer informatie. Ik ben door een oud defensiemedewerker benaderd dat er in Drachten in Friesland een bunker zou zitten onder de A7 en de ingang zou onder een viaduct zitten. Nu ben ik bij dat viaduct geweest en er zit een deur met een plaatje Rijkswaterstaat erop. Wat zit er achter een deur van een viaduct? Weet u dat toevallig? Dat durf ik niet zo te zeggen. Wat ik wel zou kunnen doen is, ik zou een melding uit kunnen zetten naar de desbetreffende organisatieonderdeel die over die regio gaat. Dan zou ik de vraag aan hun kunnen stellen van wat er achter die deur zou liggen, of zitten, of staan, of ik zou niet weten wat er allemaal gebeurt. Nee. En dan zouden zij binnen 10 werkdagen een antwoord kunnen bieden. Ja, dat mag. Want ik ben toch wel nieuwsgierig of het verhaal klopt uiteraard, dat er een overheidsbunker onder zou liggen. Sorry? Ik zei, ik ben toch wel benieuwd of er inderdaad een overheidsbunker onder zou liggen, onder dat gebied. Oké. Ligt er een overheidsbunker? Weer geen geluk. Dan maar bij Rijkswaterstaat proberen, lijkt me. 3 wachtenden voor u. Oké, er zijn 3 wachtenden voor ons. We gaan even kijken wat mijn collega opstuurt. Kijk, een oude foto van de bouw van de brug uit 1980. Hier valt weinig op te zien. Ja, dat is gewoon zo. En dit is een andere brug in Drachten. Dit is ook een andere plaats in Drachten. Dan schreef je Drachten nog met een G in plaats van... Echt? Ja, maar nog wel weinig om te zien, dus hier hebben we niet heel veel aan. Kijk, ja, het is handig dat u dan even inderdaad op schriftelijk, dus via de mail of via app. En weer mailen en weer geen antwoorden. Dan de provincie maar bellen. Weer met de provincie Friesland, ja, praten maar Christine Hietkamp. Hallo, met Jordi te Horst. Ik heb een vraag. Ik ben een onderzoek begonnen naar een bunker onder Drachten. En... Bunker onder Drachten? Ja, een overheidsbunker onder Drachten. En ja, mijn vraag is of deze informatie, of dit waar is, of dit niet waar is, of jullie er iets van weten, of... Geen idee, maar zeg mij even niks. Ik versta waarschijnlijk verkeerd. Een overheidsbunker onder Drachten. Ja, een overheidsbunker onder Drachten inderdaad. Oh, bunker. Bunker, ja. Oh, ja, oh, excuses. Kijk, ja, nu snap ik er niet van. Ik weet het zelf niet, maar ik zit even na te denken bij wie we hier het voor te raden moeten. Heeft u een moment, dan ga ik even bij mijn collega's in ieder geval te raden. Wel een uurlijk te zijn, nee, weet je? Ja, nee, is dan goed. Kom ik zo terug, ja? Ja hoor. Dat is.
en alweer geen antwoorden. En alleen maar mailen. Ik besloot om alle bedrijven te mailen waar ik net contact mee heb gehad. En een week later heb ik contact gehad en wat mailtjes terug. Maar het is niet echt wat ik verwachtte. We gaan er naar kijken. We zijn een week verder en ik heb de vorige keer een mailtje getypt en gestuurd en op reactie gewacht. Het mailtje gaat als volgt. Goedendag, mijn naam is Judith Horst en ik onderzoek een verhaal. Het gaat over een staatsbunker. Onderdrachten waar hooggeplaatste mensen worden geplaatst wanneer het mis zou gaan in de wereld. De ingang van de bunker zou onder een brug zitten. Ik ben hier geweest en er is inderdaad een ingang met hek en daarachter een deur. Ik wil graag weten of hier daadwerkelijk een staatsbunker zit en of die nog in werking is als dat nodig zou zijn. De locatie van de vermoedelijke ingang is burgemeester Wuitenweg, Drachten, die overgaat in het zuid onder de viaduct. Als u meer weet, ontvang ik graag meer informatie. En daar heb ik wat reacties op gehad, maar niet echt reacties die ik wil. Even kijken, Rijkswaterstaat heb ik nog niks van gehoord. Die hebben toen gebeld. Even kijken. Hier heb ik een mailtje. Beste heer, mevrouw. Judith Horst lijkt me toch. Oh, bedankt voor de contact op met gemeente heb ik ook nog niks van gehoord. We nemen het in behandeling. Oké. Dag Jody, bijzonder zo'n bunker. Ik zal eens voor je naar rondvragen, zodat ik iets meer weet. Zodra ik iets meer weet, hoor je het met vriendelijke groet. Verslaggever Leeuwarden Krant. En dan had ik ook nog... Alle Jody, ik weet hier niks van. Misschien Smelne, Airskip of eventueel de gemeente Succes. Met vriendelijke groet. Drachtse Krant. Dus die wil dan niks van doen. Ik heb het klooster heb ik ook gemaild, want die vroeg dat aan de telefoon. Goedemorgen Jordi, hierover is niks bekend. Succes met je zoektocht. Met vriendelijke groet Klooster Drachten. Even kijken. Rijksoverheid heb ik ook nog een berichtje van teruggekregen. Goedendag heer Te Horst. Hieronder volgt een reactie op de e-mail waarin u heeft gevraagd om mogelijke bunker of nabij Drachten. Wij geven alleen algemene informatie over wet en regelgeving van de Rijksoverheid. Daarmee kunnen wij uw vraag niet beantwoorden. Ik vertrouw erop dat ik voldoende heb geïnformeerd. Groet. Dat zijn de mailtjes wat ik een beetje terug heb gekregen. Het zijn inderdaad niet de mailtjes die ik verwacht te krijgen. Ik heb nog wel een heel leuk belletje gehad. En dat is dat ik een oproepje mag gaan doen bij Smelne FM. Dat is een regionale omroep hier in Smallingenland. En dan mag ik een interview gaan geven. Of zij gaan mij interviewen. En dan mag ik daar reactie op geven. En een oproepje doen om... om dit verhaal bekend te krijgen. Om te kijken of er meer mensen van dit verhaal af weten. En dan gaan jullie eigenlijk nu een stukje van luisteren of zien. En het moet nog opgenomen worden, dus ik weet niet of ik dit kan laten zien of laten luisteren. Maar in ieder geval hier een stukje daarvan. Telefoon heb ik nu Jordi de Jong. Hi Jordi. Jordi Te Horst. Oh, Te Horst. Dan gaat er even iets in. Nou ja, in ieder geval. Geen idee. Ik weet niet waar het fout gaat, maar goed, geeft niks. Nee, ik had begrepen dat jij onderzoek gaat doen naar een bunker in Drachten. Een soort bunker waar je kunt overleven. En daar wil je een oproepje voor doen. Dus ik zou zeggen, doe je verhaal. Ja, nou, ik ben van een oud overheidsmedewerker te horen gekomen dat er een overheidsbunker in Drachten ligt. Waar bijvoorbeeld, mocht er iets in de wereld gebeuren, bijvoorbeeld een oorlog of iets... dat dan hooggeplaatste mensen, denk aan de burgemeester, aan mensen van defensie, van de politie, daar dan geplaatst kunnen worden en daar dan veilig kunnen zitten. Ja. Dat verhaal heb ik te horen gekregen en ik ben het inderdaad nu aan het onderzoeken. Ik heb heel veel mensen gebeld, gemaild en gedaan en iedereen gooit eigenlijk de deur dicht en weet er niet van af. Het kan twee dingen betekenen, of die bunker bestaat helemaal niet en dit is gewoon een leuk verhaal wat iemand mij verteld heeft, of dit verhaal bestaat wel. Deze bunker bestaat wel en iedereen mag er niet van weten. Oké. En waarom doe je onderzoek naar dit verhaal? Nou, ik heb een eigen YouTube-kanaal en ik hou gewoon heel veel van avontuur en van spanning. En ja, dit verhaal sprak me wel aan. Ik ga ook altijd naar verlaten locaties toe in België, Duitsland, in Nederland. Ik heb gewoon heel veel met verlaten locaties en bunkers vind ik ook mooi om te zien. En als er een bunker in Drachten zit, dan
vind ik dat gewoon spannend en wil ik dat gewoon onderzoeken. Ja. Of dat ook echt waar is. Ja, ja, snap ik. Maar dat is niet zo dat het een schoolopdracht is of zoiets. Nee hoor, nee. Het is gewoon puur voor jezelf. Ik zit al niet meer op school, dus. Oh. Het is puur voor mezelf en ja, om een video te maken voor YouTube. Oké. En waar zou die bunker dan moeten zitten? Die zou onder het klooster moeten zitten. Het Karmelklooster bedoel je daarmee, hè? Ja, klopt, in Drachten, ja. En de ingang zou onder het viaduct moeten zitten. Dat is dus een stukje Burgemeester Buitenweg die overloopt naar het zuid. Het viaduct eronder zit een hek. Oké. En achter het hek staat een deur. En ik ben ook op locatie geweest. En het bos, stukje achter het klooster ben ik ook geweest om te kijken of ik iets kan vinden. Maar ik heb niks bijzonders gezien behalve een hek en een deur die in het viaduct zitten. Oké. En je bent gewoon benieuwd wat daarachter zit en of iemand daar iets meer over weet. Ja, inderdaad. Oké. Ja. En je vertelde dat je gewoon best wel geïnteresseerd bent in bunkers en zo. Ben je wel eens in zo'n soort bunker geweest? Nee, ik ben nog nooit in zo'n bunker geweest. Niet in zo'n overheidsbunker. Oké. Het toeval wil dat ik namelijk laatst in zo'n bunker ben geweest bij de GasUnie in Groningen. Oké, daar staat ook een soort overheidsatoombunker, noemen we het dan meestal. Ja, ik weet niet precies wat voor soort. Ja, dit is inderdaad, dat is zo'n soort bunker. Ja. Ja, daar kunnen mensen ik weet niet precies hoe lang, maar een week of vier kunnen ze daar overleven. Ze hebben douches en toiletten en slaapgelegenheid. Ja. Ja. Ja, dat is wel heel vet om te zien hoor. Ja, daarom. Dus ja, het trekt mij ook echt. Gewoon dat dit verhaal eigenlijk misschien al wel waar is, terwijl het misschien helemaal niet waar is. Nee, precies. Maar goed, ik heb nou ook inderdaad zelf ook even gezocht op internet of ik iets kon vinden over een bunker in Drachten. Maar dan kon ik, de enige bunker die ik kon vinden was die in Marum bij Trimunt. Ja, klopt. Daar ben ik ook geweest, inderdaad. Ja. Maar ja, in Drachten is er inderdaad weinig over bekend. Ik heb van een medewerker van de gemeente veel gekregen dat er nog wel een actieve bunker in Drachten zit. Ja. Voor de burgemeester. Ja. Dus die bestaat sowieso, okay. Maar het bunker onder de klooster, onder het klooster, die is vraag of die bestaat. En daarom wil ik graag ook een oproepje doen. Nou ja, dat mag. Ik zou zeggen, pak je tijd. Ja, nou, heeft iemand informatie over de bunker onder het klooster? Die mag zich bij mij melden. Het mag anoniem, het mag niet anoniem. Ik heb een Instagram-pagina aangemaakt, Staatsbunker Drachten. Of als je me liever een mailtje wilt sturen, dat mag ook info.jordietergworst@gmail.com. Oké, super. Nou, dan bij deze is het oproepje gedaan. En we zetten het zometeen denk ik ook nog wel even op onze eigen internetpagina van Facebook. Dat mensen die eventueel informatie hebben daar terecht kunnen. Nou, helemaal goed. Super. Nou, dankjewel. Geen dank. Tot ziens. Tot ziens. Dag. 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 Oké, en dan zijn we natuurlijk gewoon weer terug. En jullie hoorden net het stukje van Smelne FM dat ik een oproepje mocht doen. Ja, we moeten Defensie nog even bellen, denk ik. Ik denk dat het handigste is. Defensie even bellen. En je raadt het al, ze weten van niks. En zeggen, je moet de gemeente bellen. Dus dan ga ik toch maar weer de gemeente bellen. Goedemorgen, mijn Smaland. Spreek maar op, wat kan ik vermoorden? Goedemorgen, met Jordiet Horst spreekt u. Ik heb even een vraagje. Ik had een mailtje gestuurd over een bunker onder Drachten. En ik had daar nog geen reactie op. Ik heb hem een week geleden verstuurd. Dus mijn vraag is of die al in behandeling is genomen. Of er al naar wordt gekeken of... Even kijken. Je hebt ook geen zaaknummer ontvangen dat het ingeboekt is? Die de mail terugkreeg en dat het ingeboekt in mijn zaaknummer... Zou ik even moeten kijken. Ik had wel een mailtje teruggekregen dat die ontvangen was. Maar voor de rest volgens mij nog niet weer. Daarna nog een mailtje. Ik zou even kijken. Als het goed is, moet er een reactie terugkomen met een zaaknummer dat het ingeboekt is? Nee. Kan ik kijken? Ook niet? Nee, ik heb wel een mailtje. Ja. Beste heer, mevrouw, bedankt dat u contact met ons opneemt. We hebben uw bericht ontvangen. Behandeling met vriendelijke groet, gemeente Smallingeland. Maar er staat voor de rest niet een nummer bij. Oké, even kijken. Dan moet ik even spreken hoor. Wat heeft u persoonsgegevens erin staan? Heeft u namens een bedrijfsnaam opgestuurd? Nee, gewoon persoonlijk. Jordi Terhorst. Ja. Oké, even kijken. Terhorst zei je, hè? Terhorst, ja. Terhorst, neem ik aan. Even kijken of ik de naam kan vinden. Behandeling?
Je hebt een zaaknummer, als je weer belt, mag je gewoon aan dat zaaknummer repareren. Dan kunnen we kijken of de stand van zaken is. Oké, nee, dat is helemaal goed. Mag ik u wat vragen? Heeft u ooit van een bunker in Drachten gehoord? Nee, want je hebt verleden keer ook bij mij gebeld. Toen heb ik geachter gehad zitten om het op een mul te zetten. Ja, met toen gehoord. Dat er een bunker, een kloosje beneden het gemeentehuis zit. Ja. Maar van het klooster, nee, daar heb ik nooit van gehoord. Nee, niet. Nee, nee. Nee. Ja, oké. Nee, dan is dat helemaal... nee, goed, dan weet ik het niet. Ik heb dan misschien wel een tip, jou. Er zijn oud-collega's van mij, die hadden altijd een boek over Smallingland. Ja. Over de oude van Drachten en dergelijke, oude van Smallingland. Ik weet alleen dat het Smelders Airship heet die organisatie. Even kijken of ik op internet dat het... Ik denk dat ik hem al heb. Smelnerserfskip.nl. Zodat het... Ja, dat, ik weet een collega, die oude collega's van die waren er altijd mee bezig om, archief van Smallingland van vroeger en zo. Misschien dat hebben we het beter. Ja, oké, dan ga ik. Ik denk dat er een telefoonnummer zou bij staat, hè, maar dat je bestuurcontact, of dat je daar even mailt, of zij dat gaat. Want die hebben een heel oud archief van vroeger allemaal. Hè. Ja. Ik geef ook vier boeken of zo, twee boeken per jaar uit. Okay. Over het vrijwilligerswerk. Ja. Over de van Smaar. Ik denk dat jaar wel grote kans verslagen hebt dat zij weten. Ja, precies. Oké. Oh, nou dan ga ik daar even proberen inderdaad. Dat ik nou pas te binnen schiet. Maar nee, dat maakt helemaal niks uit hoor. Dat, Ze hadden met de oudheid van onze gemeente bezig geweest. Ja. Ja, dat is zeker zo, dat is zeker zo. Nee, dan ga ik hun even contacteren en dan hopelijk weten hun dan wat meer. Ja, dan mis je wat snel een reactie dan van ons krijgt. nee hoor, ik wacht ook bij dat. Ook het Erfskip heb ik benaderd en ja, ik hoop daar snel reactie van te krijgen. In de volgende video wat jullie gaan zien, interview ik de man die mij dit verhaal heeft verteld. En hoor ik van een collega dat zijn vader wellicht ook over deze bunker weet. Meer van dit zien jullie in de volgende aflevering. Check jullie laters.